Nou, ik ben Jan Kramer, zoals u al zegt. Ik ben geboren Purmerender. Ik heb in een aantal delen van deze van de stad heb ik gewoond. En ja, ik ben eigenlijk zo betrokken bij deze stad dat ik heb veel van de historie heb ik uitgezocht. En het resultaat is dat ik dus van deze watersnoodramp ook het een en ander af weet. En ik daar ook iets over kan vertellen. Oké. De watersnoodramp, bijna 100 jaar geleden. Kunt u vertellen hoe die is ontstaan? Ja, het is eigenlijk een onderdeel van veel weers. Invloeden, kwaliteit van dijken, achterstallig onderhoud van dijken, waardoor op een gegeven moment er dingen ontstaan waar de mens op geen goede invloed op kan uitoefenen. De voormalige of de toenmalige IJsselmeer, of het IJsselmeer van nu was toen nog Zuiderzee. En de Zuiderzee, die heeft eb en vloed. Er zijn stormen die daar ontstaan. Dijken die regenwaterinvloed verzwakt zijn. En als het allemaal bij elkaar komt, dan loop je het risico dat de dijk verzwakken kunnen en ook doorbreken kunnen. En vooral Noord-Holland ligt lager als het zeewaterpeil, het AP-pijl, Amsterdamse pijl. En het gevolg is dan dus dat het water de vrije loop krijgt om over het land heen te gaan. Met het gevolg dus dat, dat er grote delen van Nederland, Waakland in dit geval, helemaal overstroomd raakt. En in de nacht van 13 en 14 januari ontstond er zo'n periode. En het gevolg was dat op veel plekken langs de Zuiderzeedijk, tussen Edam en Amsterdam, er doorbraken ontstonden. En zover ik uit de informatie kan ontdekken, zijn er maar liefst 11 doorbraken geweest, waarvan de totale lengte 350 meter was. Dus je kan je voorstellen dat als dat binnen komt stromen, dan komt het met een enorm geweld komt dat binnen. En dat wordt in de verbreding. Er zijn natuurlijk veel dijken in het land zelf, polders waar dijken zijn, waar het water tijdelijk tegengehouden wordt. Maar op een gegeven moment gaat het daar toch weer overheen. Op dit moment zijn we in het pand van de voormalige directeurswoning van de Hollandia melkfabriek. Het leuke van dit pand is dat het is een van de weinig onderdelen die nog bestaat van de melkfabriek. Samen met waar nu een dansschool zit, hier vlak naast. Het mooie van dit pand is dat de waterstand van de Wakersnood van 1916, die is hierop terug te vinden. En dan kan je ook een klein beetje voorstellen van hoe de toestand voor Purmerend zou zijn geweest. En hoe kwam het water hier binnen?
Nou, je moet je voorstellen dat Purmerend heeft een spoorgeit lopen. En de spoorgeit was, die ligt vrij hoog en die is ook hier op deze plek redelijk in stand gebleven. Maar de plekken waar bijvoorbeeld het Noord-Hollandskanaal en een aantal poesemwateren waar doorgangen waren, daar kwam het water met de grote stromen doorheen, ook bij de weren. Daar kwam het allemaal naar binnen toe. Dus je kan je voorstellen dat daar waar het de nood het eerste was, dat was hier langs de Jaarweg. In principe is vrijwel heel waterland is overstroomd. Je hebt tussen vanuit de Zuiderzeedijk heb je heel veel polders. En vooral het gebied tegen de Zuiderzeedijk, daar liggen een aantal hele diepe polders. En die zijn allemaal overstroomd geweest. En het land. Wat in Waakland is, daar lopen veel dijken lang. Onder andere een spoordijk. Waar spoor, die liggen allemaal hoger als het maaiveld van Waakland. En tussendoor heb je ook een aantal dijken waarvan men zo op zich niet ziet dat het dijken zijn. Maar ze functioneren er wel als zodanig naar. Er zijn slaperdijken, dromerdijken, nou, je vindt ze terug in de Purmer als straatnamen. Maar ze hebben allemaal ook een functie. En dat werd allemaal overstroomd. Dus het gevolg was dat die dijken, dat het water op een gegeven moment wel even tegengehouden werd. Maar daarna, toen het waterpeil omhoog ging, ook al zodanig weer over die dijken heen ging. En waar het op een gegeven moment in Purmerend tegengehouden werd, dat was bij de Weren. De Werendijk, de Overwisse Polderdijk, dat waren ook dijken, de naam zegt het al. En daar hield het eigenlijk een beetje op. Het was wel heel kritiek. Want ook in de Overwisse Polder, die officieel dus niet overstroomd is, waren wel plekken waar het water binnenkwam. Maar waar het op een gegeven moment beheersbaar werd. Zodat het niet zoals Waakland ook allemaal onder water kwam te staan. En in principe was bijna alles in Purmerend stond water. Het enige plek waar geen water kwam, dat was de Kaasmarkt. De Kaasmarkt die staat als het ware een beetje op een veenbult, wat hoger, wat goed te zien is in de Peperstraat. Dat je eerst ziet dat het afloopt. Dat is het enige plek wat droog gebleven is. En voor de rest stond alles onder water in Purmerend. En waarschijnlijk de oude begraafplaats, want die ligt ook hoger. Die is ook droog gebleven. Kijk, alles wat gedaan moest worden om het water kwijt te raken, dat kon alleen door middel van het afvoeren via pompen. En je kan je bijna niet voorstellen dat het allemaal bestaat, maar ik bedoel, als je bij het bijvoorbeeld in Monnikendam kwam, stonden gigantische pompen die dus door pijpen van misschien 60 tot 80 centimeter diameter, waardoor het water afgevoerd moest worden. Hier in Purmerend gebeurde dat via grote schuiten waar enorme pompen op stonden om het water kwijt te raken. Dat waren de plekken waar het door gebeurde. Voornamelijk door boten waar enorme pompen op staan. Dat is via foto's is dat heel goed te zien.
Wat waren de directe gevolgen voor de boeren in de omgeving? Nou, als je praat over gevolgen voor de boeren, dan waren die natuurlijk gigantisch. En als je, je moet je voorstellen dat, dat als een Zuiderzeedijk doorbreekt, dan is gelukkig voor die periode, want de dijken worden bewaakt. En aan de hand van ja, zijn doorgeven van hoe de toestand is, konden natuurlijk een aantal voorzieningen al getroffen worden. Alleen voor boeren was het natuurlijk, je kan niet zomaar een boer die 20 koeien heeft, of in die tijd waren er veel meer boeren met kleinere veebestanden, konden zomaar eventjes hun vee ergens kwijt zijn. En waar stonden ze vaak ook veilig? Op dijken. Want die liggen hoog en wat droger. Maar ja, op een gegeven moment dan kan je dat aan de Zuiderzeedijk kan je dat ook niet kwijt. Want als die gevaarlijk zijn, zijn de gevolgen nog veel groter natuurlijk. Want als ik echt nog veel groter doorbreekt dan. Dus het vee werd allemaal afgevoerd en wat mogelijk was. Maar er is ook ontzettend veel vee verdronken. Het is allemaal ja, in beeld gebracht op foto's. Dat zijn geen leuke toestanden. En des te verder je zeg maar waterland inkwam, des te beter kon het vee op plekken gebracht worden waar ik wel veilig was. Ik weet dat hier in Purmerend heel veel vee afgevoerd is op boten, op schuiten. Naar oorden waar het wel droog was. Maar in Waterland was er natuurlijk enorm boerderijen die onder water kwamen in storten. Ja, dat is gigantisch omdat in een hele korte tijd veilig te stellen. Dat ging dus gewoon niet. Dus er waren plekken waar koeien dagenlang met een poot in het water stonden. En die uiteindelijk op veel plekken gerekt konden worden, maar daar waar het, waar zo gauw ze met hun buik in het water kwam, ja, daar ging het dus niet goed mee. En ja, dan krijg je dus dat het afgevoerd moest worden, maar dan dood.